Vanuit de salarisverwerkingscockpit kun je alle details van de salarisberekening van een medewerker raadplegen. Ben jij nog gewend om de controles per medewerker op de loonstrook te doen? Stap dan snel over naar de salarisverwerkingscockpit. Hier vind je veel meer gegevens dan op de loonstrook. Je kan eenvoudig aanvullende gegevens raadplegen, zoals de onderliggende berekening van een looncomponent, de inhoud van grondslagen of een vorige periode bekijken. Ik zal je de verschillende mogelijkheden laten zien in Profit. Ik zit in Profit en ik ga onder Payroll naar de salarisverwerkingscockpit. Ik selecteer een voorlopig verwerkte periode en ik zie hier alle medewerkers die in deze periode verwerkt zijn. Als ik nu dubbelklik op een medewerker, dan krijg ik alle details van de salarisberekening van deze medewerker te zien. Je ziet hier drie overzichten. Je ziet ten eerste de bruto-netto berekening, waarin je dus kan zien hoe het hele loon van bruto tot netto opgebouwd is. Je ziet een overzicht met overige componenten, waar alle andere componenten staan die berekend zijn. Zoals hoe bijvoorbeeld het uurloon is opgebouwd, maar ook de pensioenpremie van de werkgever. Daarnaast zien we de grondslagen. Bij de grondslagen die zijn vaak de basis van een berekening. En daar wil je natuurlijk ook de inhoud van kunnen raadplegen. En dat kunnen we in dit overzicht doen. Ik ga nu per overzicht de mogelijkheden bekijken en toelichten. We beginnen bij de bruto-netto berekening. We vinden hier een knop acties. En daar kan ik dus allerlei acties raadplegen van de gegevens die hier staan. Als ik op de actie looncomponent klik, dan krijg ik de eigenschappen van het looncomponent te zien. Bijvoorbeeld als ik een percentage of een vast bedrag wil aanpassen. Ik kan direct de loonmutatie voor deze medewerker doen. Ik kan de loonstrook raadplegen. Ik kan naar de CAO gaan om eventueel andere componenten nog te raadplegen. En ik kan de journaalpost van dit component bekijken. Laten we dat eens even doen. Ik klik op de knop journaalpost. En er wordt een apart scherm geopend waarin ik netjes kan zien hoe dit component gejournaliseerd is. Ik zal deze weer sluiten. We zien hier verschillende componenten in dit overzicht. Als ik dubbelklik op een component, dan kan ik de berekening van dit component raadplegen. Ik zal dit scherm even vergroten. En we zien hier de formule zoals die in het component staat. En bij de werking zien we de vertaling van deze formule. We zien hier dus dat als het salaris niet netto is, dan doen we een berekening van de meeruren keer het uurloon uit de huidige of de vorige periode. Hieronder zien we de verschillende waardes. Dus ik zie hier dat het uurloon 19,55 euro is, dat het salaris niet netto is en dat we 5 meeruren hebben. Hiermee kan ik dus achterhalen hoe het bedrag van het salaris uit meeruren in dit geval is opgebouwd. Ik klik op voltooien. Ik ga verder naar het overzicht overige componenten. Ook hier vinden we verschillende acties, zoals dat we naar het looncomponent kunnen gaan en het journaalpost. Als ik hier dus op de actie looncomponent klik, dan zal je zien dat de eigenschappen van het looncomponent geopend worden en dat ik hier verschillende aanpassingen kan doen. Let op, als je hier een aanpassing doet, dan is dat dus op CAO-niveau en geldt dat gelijk voor alle medewerkers die onder deze CAO vallen. Ik zal dit nu annuleren. We zien hier ook de grondslagen. Ook hier hebben we eigenlijk maar één actie, namelijk grondslag. En dan ga je naar de eigenschappen van de grondslag toe. Wil je nou weten hoe de grondslag is opgebouwd? Dan kan dat door erop te dubbelklikken. Ik ga hier naar de grondslag kosten werkgever en ik dubbelklik hierop. Wat ik nu zie is alle componenten die meetellen in de grondslag kosten werkgever. Dus ik zie hier bijvoorbeeld ook een pensioen en verschillende reserveringen terugkomen. Ik sluit dit venster weer. We hebben hier nog een aantal andere knoppen, zoals de journaalpost, waarmee je dus de volledige journaalpost van deze medewerker kan zien. Het herberekenen, stel dat je een mutatie hebt doorgevoerd, zodat je hem direct nog een keertje kan berekenen. De nakalculatie, omdat we vanuit de nakalculatie ook gegevens kunnen krijgen die effect hebben op de salarisverwerking. We kunnen naar de eigenschappen van de medewerker toe. En onder meer acties zie je dat we nog naar de werkgever kunnen gaan en een dossier-item kunnen toevoegen. Ik zie hier ook dat ik nog een pijltje naar rechts heb. Daarmee ga ik naar de volgende medewerker toe. Dus ik hoef niet dit venster te sluiten om naar de volgende medewerker te gaan. Op basis van deze medewerker wil ik nog een paar andere gegevens laten zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat hier bij de payroll auditor een melding staat. Ik klik hierop
En ik zie dat we nu een melding hebben dat dit een fulltimer is die meer uren heeft gekregen. Als ik nu terug ga naar het salaris, dan kan ik dus ook gelijk die loonmutatie aanpassen. Ik krijg een melding, klik op oké. En ik krijg nog een waarschuwing dat deze periode al voorlopig verwerkt is. Nou, daar ben ik me van bewust, dus ik klik op oké. Ik verwijder deze regel die hij automatisch heeft toegevoegd. En ik ga mijn regel met meer uren ga ik aanpassen naar een overurencomponent. En ik zeg nu opslaan en sluiten. Nu kan ik dus die knop herberekenen gebruiken. Als ik daarop klik, dan zal hij de berekening uitvoeren. En we zien nu dat bij de payroll auditor de melding verdwenen is en ook ons waarschuwingstekentje. Zodat we gelijk weten dat er met deze medewerker verder niks meer aan de hand is. Daarnaast zien we nog een tabje betalingen waarin we zien hoe het salaris betaald gaat worden. We zien dat deze medewerker ook een correctie heeft gekregen uit periode 6. Het mooie van deze regel is dat als ik hierop dubbelklik, dat ik dan netjes de TWK-berekening te zien krijg van periode 6. Dus ik zie hier de TWK die gestart is in periode 7 en die betrekking heeft op periode 6. Nou, ik zie hier dat er meer salaris is toegekend, dus blijkbaar heeft deze medewerker met terugwerkende kracht een salarisverhoging gehad. Wil ik nou zien wat de originele verwerking was en de nieuwe verwerking, dan kan dat ook. Als je hier op de knop salarisverwerking klikt, dan kan ik hier naar juni toe gaan en dan zie ik dat hier dus drie regels zijn. Ik zie de vervangende gegevens van deze periode, de oorspronkelijke gegevens en de TWK gestart in periode 7. De vervangende gegevens zijn dus de oorspronkelijke gegevens plus alle TWK-berekeningen die daarin zitten. Door gebruik te maken van de salarisverwerking in Profit kun je alle details van de loonberekening controleren en de onderliggende berekeningen raadplegen. Daarnaast schakel je eenvoudig tussen periodes en medewerkers. Kortom, je hebt volledig inzicht in de salarisverwerking van de medewerker. Veel succes met de controles!